Stel, u hebt uw bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten en u hebt ook nog een bedrijf te runnen in Nederland. Niet een hele ongebruikelijke situatie. U kunt dan dus niet de hele tijd hier zijn om papieren in orde te maken en te zorgen dat allerlei dingen blijven lopen. Nou, de verwarrende kreet die daarbij hoort is die van PRO. Nou, dat vertaalt zich naar Public Relationship Officer. Maar die meneer doet, of mevrouw, doet helemaal niets wat te maken heeft met public relations. Dat is de persoon die voor u papieren naar de free zone brengt, ze ophaalt en ze zelfs eventueel mag stempelen. Zijn er nu regels voor wie een PRO mag worden? Het antwoord is eigenlijk niet. Er is geen opleidingseis. Er zijn eigenlijk maar twee eisen, maar drie. 1. Natuurlijk moet de PRO een geldig paspoort hebben. 2. De PRO moet een Emirates ID hebben en een visum. Dus hij of zij moet hier legaal zijn. En 3. U moet een assignment letter hebben gegeven waarin staat dat hij of zij mag optreden namens u. En natuurlijk moet die brief ook worden bestempeld en betekend door u. En dan is het klaar. Met die brief kan dan de PRO allerlei zaken voor u regelen hier in dit land.